7 tot en met 18 september vinden in het Braziliaanse Rio de Janeiro de Paralympische Spelen plaats. En voor de vierde maal is daar aanwezig, althans bij de Spelen, kampenaar Gerben Last. Hij is druk in voorbereiding op die Paralympische Spelen, maar gelukkig kon hij toch een gaatje vinden om nog even een gesprek aan te gaan. Gerben, goeiedag. Goeiedag. De vierde keer, dus eigenlijk behoor je een beetje tot de oude garde in de groep. Ja, ik moet het helaas zeggen, dat ik behoor echt tot de oude garde van de groep. Ik bedoel, 60% van die groep gaat voor de eerste keer heen. Ikzelf dan voor de vierde keer, maar als ik de gemiddelde leeftijd zo van die groep zag, dan hoor ik wel tot veteraan. Ja. Ja, ben je pas 30 en dan veteraan? Ja, ik ben pas 30 en eigenlijk al veteraan, maar dat is eigenlijk ook wel, wel positief. Ik bedoel, de jongste deelnemer volgens mij die straks gaat is 14. Nou ja, dat is toch wel heel bijzonder dat dat en zo jong en dan zo goed al en op weg naar een Paralympische Spelen. En nou ja, dat moeten we ook hebben. Doelstelling in 2004 met het landenteam in Athene de gouden medaille gewonnen. In 2008 wilde je eigenlijk voor een podiumplek gaan. Dat lukte net niet, want dan kom je uit op de rotste plek die er is, namelijk plek 4. In 2012 in Londen, 4 jaar terug, is het wel gelukt om een medaille te pakken. Was het in Londen, was daar klasse 10 dan niet meer ingedeeld bij klasse 9? Ja, klopt. In Beijing hadden ze klasse 9 en 10. De twee lichtste handicapklasses hadden ze bij elkaar gezet. En ik werd er uiteindelijk vierde. Ja, en als ik daarop terugkijk, was dat eigenlijk een van mijn betere toernooien. Alleen omdat ze 19 samen hadden gevoegd, ja, werd ik vierde. En was eigenlijk de nummer 2 van klasse 9. Ja, zo werkt dat gewoon niet. In Londen hadden ze dat weer apart gedaan. En ja, toen werd ik derde. Even voor de voor de kijkers en luisteraars. Je hebt 10 klassen binnen de Paralympische tafeltennissport. 1 tot en met 5, dat zijn de rolstoelers. En 6 tot en met 10, dat zijn de lichamelijk of die zonder rolstoel een lichamelijke beperking hebben. Jij valt in klasse 9 en ik heb begrepen dat betekent dat je iets aan de benen hebt. En de klasse 10 heeft alleen iets aan een arm, maar dan niet de slagarm. Ja, ja, dat klopt. Ik ben zelf geboren met 2 klompvoeten en ik kom vrij veel spelers straks tegenstanders tegen die ook wat aan hun benen mankeren. En een klasse 10 heeft vaak een handicap aan een niet-speelarm. Dus je ziet er wel spelers die een deel van hun arm missen. Maar goed, op zich, ik zal straks weer in landenwedstrijd 9-10 samen moeten spelen met Bas Hergenink. Dus het wordt weer lastig. Dat was mijn volgende vraag eigenlijk geweest. Ga je alleen in het enkelspel spelen, maar je gaat ook met Heinen dan in het dubbel? Niet meer met Tony. Ik ga met Bas Hergelink, oud-speler van de tafeltennis Zwolle. Die heeft een wildcard gekregen voor de Paralympische Spelen. En daar ga ik samen mee landenwedstrijden spelen in 9-10 samen. Wat zijn je doelstellingen bij het enkelspel en bij het dubbel? Nou ja, elke sporter die naar Olympische of Paralympische Spelen gaat, wil goud halen. En dat wil ik natuurlijk ook. Alleen je moet ook realistisch zijn. Ik denk dat in een landenwedstrijd goud wel heel moeilijk zou zijn. Maar daar behoren we wel tot één van de kansen hebben, denk ik, op medaille. En in het enkel spel geldt dat voor mij, net zoals in Londen. Toen waren er 7 of 8 spelers die kans hadden op medaille. Dat zijn nu denk ik 10 en daar hoor ik wel bij. Maar kijk, op dat moment is het belangrijk dat je laat zien wat je kan. En dat is heel makkelijk nu zo gezegd, maar zo werkt het, tenminste wat ik heb ervaren, al die edities wel, dat je jezelf moet durven laten zien. En dan zie ik wel waar het schip staat. Ja. Je bent nu bezig met de voorbereiding. We zitten hier in het tafeltenniscentrum van Smash 70 in Hattem. 6 weken, 7 weken lang voorbereiden, althans vlak voor de Spelen. Neem je nog wat rust daartussendoor of aan het eind, vlak voordat je naar Rio gaat? Ja, kijk, aan het eind zal het rustig. We gaan nog een week naar Portugal en daar wordt ook wel getraind, maar minder intensief dan nu. Nu zitten wij met tafeltennis wel gelijk aan het begin. Volgens mij moet ik 7 of 8 september al gelijk spelen. En die week daarna is dan een landenwedstrijd. Maar ja, je bouwt het wel langzaam af. Je moet ook gewoon fit en scherp aan de start staan. Betekent wel dat je ruim anderhalve week geconcentreerd moet blijven. Want ja, je hebt het enkelspel, het dubbelspel. En als ik het goed gezien heb op het schema, begin je de 7e al tot en met de 17e. Dus 10 dagen bezig. 10 dagen bezig. Nou, er zit wel, na het enkelspel zit er altijd wel een rustdag tussen. En dan begint de landenwedstrijd. Alleen ja,
Ja, je speelt relatief weinig wedstrijden. Ja, ik ben meer liefhebber van de wedstrijden achter elkaar spelen. Daar ben ik beter in. Maar goed, dat is op die grote toernooien nou eenmaal zo. Dat je weinig wedstrijden op een dag speelt. Ik denk dat ik in Londen ook één wedstrijd soms per dag heb gespeeld. En dat is wel lastig, omdat je moet je helemaal voorbereiden op die ene wedstrijd. Maar goed. Hoe hou je die concentratie dan vast? Ja, dat is, je zit ook bij je andere teamgenoten die je ook aanmoedigen. En tenminste wat bij mij dan werkt, dan zit je ook in die zaal en dan word je ook wel een beetje extra gemotiveerd van en gefocust om zelf ook aan de bak te gaan. Ja, natuurlijk gewoon rust en niet al te veel gekkigheid uithalen. En om je zinnen dan even te verzetten, heb je ook mogelijkheden om naar andere sporten te gaan kijken? Die mogelijkheden in het dorp en andere sporten zijn ten over alleen niet. Daar ga ik niet naartoe als ik zelf nog in het toernooi zit. Daarna, dat heb ik in het verleden ook wel gedaan, als je dan klaar bent, dan ga ik wel even bij andere sporten kijken. Maar tussendoor is het niet de bedoeling dat ik bij andere sporten, je eigen teamgenoten wel, maar niet bij je andere sporten. Want dan moet je ook weer reizen en behoud iets bij je eigen team. Ja. Dan de voorbereiding. Je zei het al, we gaan ook nog een week naar Portugal. Wat is daar het doel eigenlijk van? Acclimatiseren of gewoon als team bij elkaar zijn en nog eens even proberen de saamhorigheid beter te krijgen? Nou, beide, maar ten eerste ook acclimatiseren. De Olympiërs, veel van de Olympiërs die gaan nu ook eerst nog naar Portugal, daar nog een trainingskamp beleggen en vanuit daar naar Brazilië. En dat is qua reisafstand ook wat minder. Nou, het klimaat in Portugal lijkt natuurlijk wel wat op dat van Brazilië. Dus dat, ik denk dat de keuze vanuit NOC heeft geweest om daar naartoe te gaan. En zo gaat voor ons ook zo werken. Ja. En hoeveel dagen van tevoren kom je nou in Brazilië aan? Want je zult natuurlijk ook aan de accommodatie een beetje moeten wennen. Het materiaal kan misschien net iets anders zijn. 2 september gaan we uit Portugal weg om naar Rio te gaan. Nou, met een dag of 5-6 zijn we er al van tevoren. Nou, dat moet normaliter voldoende zijn. We hebben ook ruimte nog wel om te trainen daar nog in de wedstrijdhal. Dus daarvoor zie ik geen probleem. Dus met welk balletje je speelt tegenwoordig op de... In het hogere niveau heb je veel plastic ballen. Moest je daar nou nog aan wennen en zit er verschil tussen de verschillende merken? Nou, in het begin was dat wel heel erg wennen, omdat het voor leveranciers en voor moeilijk was om wat is nou de juiste bal. Dus daar hebben we in het begin ook wel echt last van gehad. Ja, in het begin was kwaliteit echt minder en nu merk je dat de kwaliteit veel beter is. En zijn het prima ballen om mee te spelen. Je ziet nog wel heel erg verschil tussen een aantal merken, maar het merk waar wij mee gaan spelen is verder prima. Dus die aanpassing die zal vlot verlopen, denk je? Ja, maar dat weet ik. Wij weten dat we met in de competitie hebben ook met plastic ballen gespeeld. Dus dat is dat mag eigenlijk geen verrassing zijn. En de tafel waar wij op Rio gaan spelen, hebben wij ook al opgetraind. Dus het is allemaal geen verrassing. Dan de Olympische Spelen, ja, die zijn geweest. Daar staat daarna ook nog op programma. Het is misschien wat vroeg, jouw hoofd staat er misschien nog niet naar. Maar je hebt inmiddels besloten dat je niet meer bij Smash Hattem verder gaat. Je gaat stoppen met het spelen hier. Maar ik heb nergens kunnen vinden, je zei ook in ons voorgesprek van vraag het maar. Inmiddels ben ik erachter, maar waar ga je spelen komend seizoen? Nou, in principe ga ik nergens spelen. Alleen ik heb mijn goede kameraad van Taalt en Zwolle beloofd dat als ik ooit zou stoppen, of minder zou Taalt ook bij hem op de teamlijst staan. En dat is in Ede, bit.nl, eerste divisie. Maar daar zal ik amper tot geen wedstrijd spelen, omdat ik ook gewoon wel eens wil ervaren hoe het is om... Nou ja, op zaterdag is een keer geen tafeltenniswedstrijd op niveau te spelen. Ik heb nu bijna, bijna 16 jaar gedaan. En dan is het ook wel prettig om hier bij Smash, wat ik ook zal blijven doen met plezier, kom. Is ook naar die jongens gewoon te gaan kijken vanaf de kant. Dus dan heb je zaterdag eigenlijk meer tijd om te kijken bij je grote liefde, namelijk het voetbalspelletje. Ja, het voetbalspel natuurlijk. Ik kom zelf uit Kampen, de Go uit Kampen mag ik wel graag wel eens kijken. Maar ook PEC Zwolle natuurlijk. Dat komt niet later om van de week nog even een seizoenkaart te bestellen en daar volgend jaar vaker naartoe te gaan. En daarna blijf je binnen de tafeltennissport nog actief? Kunnen we je over een paar jaar verwachten als bijvoorbeeld trainer, coach of iets anders? Er is mij wat aangeboden om een trainingsopleiding te gaan doen. Nou, daar heb ik al stiekem al iets van gedaan. Dus het is wel de bedoeling om daar
in betrokken te blijven. En ik zal hier ook gewoon blijven trainen. Alleen echt het wedstrijdenspelniveau, daar doe ik gewoon voorlopig niet. En zeker internationaal niet. Ja, en als ik ooit weer een keer Eredivisie speel, Eerste Divisie, dan is dat prima. Maar ik... Ja, je houdt er nu echt rekening mee en je richt je leven daarop in. En dat ga ik straks niet meer doen. Maar dat ik hier zeker bij SMS betrokken blijf om training te geven of clinics of wat dan ook, zeker. Via je werk ben je ook betrokken bij de topsport. Want je werkt aan het CSE in Zwolle, het Centrum of Sports and Education. Ben je daar ook nog op gaan klimmen zodat je meer begeleiding kunt geven aan de leerlingen? Nou, in de zin opklimmen van de directeur worden, dat helemaal niet. Maar goed, ik kan... Adjunct mag ook. Oh, adjunct mag ook. Nee, ook niet. Ik vind het prachtig om les te geven en leerlingen te begeleiden. En ook daar hebben we tafeltennis natuurlijk binnen school zitten. Dus daar wil ik nog wel een rol bij blijven spelen. Maar ja, het is natuurlijk prachtig als je in de wereld waar je zelf jarenlang hebt ingezet om die kinderen daar... daarbij te helpen. Nou, je ziet het aan PEC Zwolle. Er zijn een aantal leerlingen die gewoon al meedoen in het eerste, die bij ons op school hebben gezeten. En dat is wel heel bijzonder. Sterker nog, er gaan straks 6 mensen met een verleden van het CSE naar Paralympische Spelen toe. En dat, dat geeft je dan een trots gevoel, denk ik. Zeker, zeker. Ja, ook dat je een van die 6 mag zijn, dat sowieso. Maar ook dat er gewoon een aantal leerlingen, ex-leerlingen ook daar naartoe gaan. En op het grootste podium dat toch in één keer die school uit Zwolle weer om de hoek komt kijken. En dan doen wij, denk ik, als school ook wel iets goed. Ja. Goed, je woont in Kampen, dus je hebt nog één keer de mogelijkheid om voor de 8e maal, wordt het dan, sportman van het jaar te worden. Speelt dat misschien ergens nog in je achterhoofd een klein rolletje mee? Nou, ik heb altijd, kijk, ik heb het al die jaren volgehouden, liefde voor het spel en alles wat daaromheen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen en dat waardeer ik ook zeer, maar om nu, dat is niet mijn hoofddoel en ik weet eigenlijk ook niet zo goed, de laatste jaren ben ik daar ook niet meer bij betrokken geweest. Dus wie weet, nou, laten we het hopen, dan heb ik in ieder geval iets gewonnen in Brazilië. Daar doelde ik op dat eruit kwam. We wensen je heel veel succes in Rio. En laten we voor jouzelf in de eerste plaats natuurlijk, maar ook een beetje voor de stad Kampen, dat je met in ieder geval 1 plak terugkomt. We gaan mijn best doen. We gaan meemaken wat het gaat opleveren. Veel succes. Dankjewel.